In Trucoloris draait het maar om één ding. De bal moet erin. De deelnemers hebben 2 pogingen op 2 onderdelen. Blijft de bal erin liggen, 3 punten. Stuit het dier weer uit, 1 punt. Op 1 zelfgekozen onderdeel is er nog 1 poging voor 5 bonuspunten. Vandaag testen Robbie Haamhouts en Ricardo Ippel hun voetbalskills. Hi, welkom Ricardo. Veel succes, jongen. Het is wel een spelletje met een beetje gevoel, hè? Dus, Ik heb expres geen handschoenen aangedaan. Dus, Oké. Ik heb weinig gevoel. Succes. Ik kies voor die bonus. Ja, want, ik ook. Dit is een aardig zekerheidje voor mij op deze afstand. Ja? Jij gaat voor die 5 punten bij de prullenbak. Ja. Ik kies ook de prullenbak bonus. Ja. Ik denk dat ik meer kans maak bij de andere. Succes in ieder geval. Jij ook, jongen. Ik de underdog ben volgens jou, mag jij lekker beginnen, jongen. Ik heb beginnen? Ja, succes. Ja, dat is misschien het verstandigste, anders zijn we gelijk een balletje kwijt. Ja. Mag jij die van jou maar gelijk halen? Eerst maar eens kijken dat ik hem over dat bord in krijg. Zie je, ik ben al bang. Oh, zonde, joh. Oh. Dat is jammer. Jezus. Net niet. Dan kom je al goed weg. Er zit het veld ook altijd bij jou, Rob, net niet. Nee, dat hebben we zaterdag wel weer gezien. Net niet. Huh? Heb jij eigenlijk al gescoord? Dat scheelt ook niet veel hoor, dit. Het is makkelijk als je tweebenig bent, dan kun je daar ook maar links proberen. Tweebenig? Die, die zat erin en die komt er gewoon uit. Nou, dan pak ik de voorsprong wel, Rob. Jezus. Hé, wel op de lijn, hè? Jij legt hem al een stukje erachter. Bang dat je tegen dat bord aan knalt zeker. Lekker zeiken, joh. Oh. Ja, dat is Zal ik hem goed leggen voor jou? Ja, doe maar, jongen. Daar hou ik van. Oh. Ah, die heeft echt niks aan, man. Hij is niet slecht. Oh, jezus, wat een pech, hé. Nou, hier wordt ook beslist, kijk Rob. Of dit beter gaat, Ricardo. Succes, jongen. Ja, toch wel? Ja. Kleintje. Zoiets? Oh ja. Oh, dat is zonde. Dat is maar 1 puntje. Maar bij mij blijft hij liggen. Nee hoor. Ja, achter de mand. Oh, jammer. 1-0. Dat is zoiets, hè. Dit is ook helemaal niks voor mij, dit. Nee, dat wist ik op voorhand al. Oh. Kijk, nou moet je er overheen klappen. Nee! Niet praten tegen mij, jongens. Kom aan! Nou, als ik deze niet maak, dan... Ja, hier staat aardig wat druk op. Er staat nu 3-1 in het voordeel van mij. Dus. Top. Ben benieuwd. Gaan we het beste doen. Ik hoop dat hij misgaat. Oh! Dat is net niet. Weer. Ja, druk is eraf, maar ik maak hem wel. Ja. Je moet op die pop mikken, hè? Niet op die camera. Ja. Nou ja, overwinning is binnen. Goed gedaan, jongen. Ja, dankjewel. Verdiend gewonnen. Okay, tenminste, verdiend. Het hoeft niet altijd het beste gevoel te hebben, blijkbaar. Maar goed. De 3 punten van de voltreffer van Ippel leverden hem een plek in de middenmoot op. Haamhout scoorde 1 punt en staat in het rechter rijtje.